It's one of the smallest farms in the Falkland Islands. It was a private farm until 2 years ago when the government bought it. And now it's the home of the National Stud Flock. These sheep were special sheep flown in from Tasmania at great expense by a hired stretch DC-9 aircraft from America. It was the longest and the biggest flight of sheep. How many history. Sheep were in the plane? About 850 with the vets and nurses and everything they were flown in. And then brought by ship to the island here. They're very fine wool, and it's to help with the wool production of the island. That's what the sheep are for. The island is 10 miles south off the mainland. We're the most southerly inhabited island in the Falkland Island group. We are about 5 miles long and a mile and a quarter at its at the widest point. About 2,240 acres of land, about 11,000 hectares in metric. Dat smaakt een beetje naar kastanje. Zijn dit nou sea lions? Zeeolifanten. Zeeolifanten volgens mij. Ja, maar goed, het heet sea lions eigenlijk. Dat begrijpen jullie ongeveer wel. Er liggen helemaal van die beesten hier. Ja. Goh. Heb je gezien hoe tam alles hier is? Ja. Die vogeltjes, moet je kijken. Die vliegen ook helemaal niet weg. Gek, hè? Nou, we gaan jongens gaan kijken dan. Hier zijn we bij de Arch, heet het hier. En dat is de westpunt van het eiland. En daar zitten een heleboel grote vogels. Überhaupt zitten op het eiland ontzettend veel grote vogels. Maar daar zitten rockhoppers. En daar zie ik cormoranten. En cormoranten zijn grote vogels die slecht kunnen vliegen. Je hebt zelfs een niet-vliegende op de Galapagos. Maar die wit-zwarte die kunnen dus wel een beetje vliegen. En de rockhoppers en de rui die worden dus van jonkies die groot aan het worden zijn. Dit is ook nog een plek die enig militaire belang heeft, want hier vlakbij is de Sheffield door de Argentijnen in 82 in de grond geschoten. Er zijn, ik geloof, 20 soldaten die zijn daar omgekomen. En daarvoor staat er een klein monumentje op dit punt wat uit elkaar lijkt te vallen. Maar dat komt door de verwering van de zee. De rest van het eiland is bijna moerasserig, maar hier is het echt van steen. Een mooie plek, alleen ja, een beetje winderig.
David, originally you are from Scotland. From the north of England. North of England, yes. But what does a man decide to live on this lonely island? Well, we came to the islands originally in 74. And to the Falklands as a whole. Yeah. And one of the things that brought me down here was the wildlife and the way of life that I really would like to live. Basically, to get out of the rat race and do things that I wanted to do. You are an engineer by profession, isn't it? I'm an electrical engineer. Yeah, and you're not engineering anymore? Not now. I came out for the Falkland Island Company, and I was based at Goose Green for 12 years. And I would fly around all the different farms in the island, repairing generators and engines and anything to do with electrical equipment, until we came here in 86 to start building the lodge. Yeah. Basically for the introduction of a tourist industry in the Falklands. Of course, I can understand the nature is beautiful here, but you are with three other people here permanently living here. So after 2 or 3 years, you've seen all the birds and all the cows. Is it not enough for you? Well, what's the kick? Well, I think it's during the summer. Of course, we've got a lot of people. Okay. So during the winter, we are months without anybody at all. And sometimes there was only my wife and I on the island, and occasionally just myself on the island by myself. The loneliness sometimes helps you to realign your life or to look at yourself. One of the other things is just to be by yourself with nature, God, whatever. Yeah, but it's a freedom. Okay, freedom. Yeah, okay, but you're looking to yourself now for 6 years. Is that not enough? No, what you else? You know yourself very well now, I think. But what else is that? You know, if you think of the world today, if you look at the Northern Hemisphere, if you look at places like Yugoslavia, Russia, India, Africa, so all these places are... It's a sort of escapism. Yes, but not pure escapism, but escapism of a type that you yourself want to do, to escape to something else, because we enjoy the people coming. Yes. So that is, we escape for a short time, but then enjoy the people coming to us, also to escape. We offer here in the Falkland Islands, amongst the animals and this loneliness, is actually a piece of freedom that you don't get anywhere else. Het is eerste paasdag op Sea Lions Island en zojuist een grote helikopter geland met Britse militairen. En ik denk dat ze, omdat het paas is, een uitje hebben, dat ze mogen wandelen over dit eiland. Want ze komen dus van zo'n 50, 60 kilometer noordelijker komen ze van hun basis. En mogen ze lekker wandelen? Nou, ik gun dat ze graag. Het is toevallig mooi weer. Maar het is wel een grote helikopter, maar jij zegt dat het een hele oude is, hè? Ja, niet zo nieuw, nee. Niet zo... Nou, ik had hem nog nooit zo groot gezien. Dus ik was al blij, dus ik zou zeggen, laten we even goed nog zien. Thank you.
zijn ze al verbrand. Zal er een plaatje onder doen? Koud, baat? God, ziedieke, wat is die koud, zeg. Onverdraaglijk bijna. We zijn vandaag begonnen aan onze tocht door de camp. We doen eerst East Falkland, waar we nu zijn. Daarna gaan we nog naar West Falkland. En we zijn nu op weg naar Darwin en Goose Green. En daar heeft een beroemde slag gewoed. Dus in deze omgeving. Het is naar Goose Green nog rijden, denk ik, een half uurtje of zoiets. Hè? Want is hier nu net een weg aangelegd, anders was het veel langer. Nou, en hier liggen nu 200 Argentijnse soldaten begraven. Dit gaf het onderhoud door de British War Commission, heet dat, hè? British War Commission. Want Argentijnen mogen hier niet komen, ook niet vaders en moeders. Ze zijn er één keer gekomen, in 1991. En daarom heb je hier af en toe een plaquette en een bloemetje liggen. En ja, als je mij nou vraagt of oorlog zinloos is, daar hebben we het vaak over, hè, de afgelopen dagen hier. Dan is dit wel het beste voorbeeld. 16, 17, 18-jarige jongens, hè, vaak. Sommigen, heel veel zelfs, unknown to God. Known to God, unknown to us. Hè? Ja. Niemand weet wie het zijn. Die liggen hier dan. Die zijn gestorven voor een ideaal. Nou ja, wat voor een ideaal dit barre land te bezitten. Kijk maar eens om je heen. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Flashing chance at bliss, another kiss. Tony, you are a guide here on the islands. Yes. And I know this building from a photograph. This is the community center here in Goose Green. That's right. And it was very, let's say, famous in 1982 for 100 people or that's so. Right, over 100 people were imprisoned here. Imprisoned here for weeks, I think. Yes, that's right. And why were they imprisoned? I think just because they refused to cooperate with the Argentines, so they just kept them imprisoned there. And it is not allowed in war to imprison civilians. No. And that people that weren't here are still living here, or is it more empty here now? There's less people living here now. There are still some people, I believe, that were here in 1982. But everybody knows the name Goose Green in Europe, and this is it? Yes, that's right, yes. It's only 30 buildings or something like that? Yes. And where are the people now? Most of the people are living in Stanley now, where there's better paid jobs and, you know, a better social life. I mean, it's just. But have you heard, it was here a very terrible experience for the people. Oh yeah. Have you heard about their behavior after that, psychiatric care or something like that? It's not. Not to that extent, I don't think. No, no. I'm sure people still have the memories, but you know, it was certainly a pretty bad experience, yeah. I think. What is going on here on Saturday night? Well, they do actually have a little bar here in the building. Yeah, but walk with me, I can show you something. Come on. There's a bar here? Yeah. There is a bar here in the community center. Yeah. But there is something new here. So, here's a dog trail. Championship, the 1st of May. Yes. What is a dog trail championship? It's every year they have a competition of all the shepherds from surrounding farms. And the shepherd dogs? Yes, that's right. And that's what I hear. All that dogs, what is barking,
are... Oh, no, they're actually working dogs. Are they working dogs? There, but they bring the special, the best dogs. The best dogs. For a competition, yes. And then there's dancing on Friday and Saturday. Yes. Have you ever danced here? Oh, yes. Well, I haven't personally, but no. I mean lots of people. What is dancing here? Disco? No, it's the old-time dancing, the traditional dancing mostly, with a little bit of disco dancing, but this is where the few places where you still see traditional Falkland Island dancing. But are the teeners and the twins also original folklore dancing here? Some do, yes. Yeah. Nice. How's that, so? What's original dancing like? Not quite. How is it? And that's amusing. Hoe lang zijn we nou weg, jongens? Een uur of vier, denk ik. Nee, langer. Ik ging om 9 uur weg. Het is nu 3 uur. Zijn we 6 uur weg? Ja. 6 uur onderweg. 6 uur onderweg. Nou, ik heb soms dacht ik dat het lukt gewoon niet om door te komen. We hebben dus geen stukje weg meer gezien in de laatste uren. Alleen gewoon willekeurig door het veld. En daar moeten we dus zijn. Beetje wakker, Bob. Nou, nee, nog niet zo. Ja, wel goed geslapen. Ja? Ja, we zijn in San Carlos, hè. En hier, dit is de plek waar de Engelsen echt binnenkwamen vallen. Waar de verovering begon, echt. Het grootste leger. De herovering, ja. Nou, dit is het oostelijke eiland. Hier is Port Stanley, hier. En we zijn nu aan de andere kant. De Engelsen zijn dus van hier en hier en hier en hier zo, een beetje omgelopen en een beetje zo zijn ze, in twee grote bewegingen. En wij hebben hier geslapen in het dorpje San Carlos vannacht. Daar woonden 20 of 30 mensen, maar er zijn er nu nog maar een paar. En een van de weinigen die hier nog wonen, dat is een Brits echtpaar. Zij is Brits en hij is Falklands. Ja. En die hebben dit pension hier. En het is wel het meest eenzame pension waar we ooit hebben geslapen. En hoe eenzaam het is, dat kun je zien wanneer je eventjes uit het raam gaat kijken. Want dan zie je geen skycrappers en geen grote beweging van mensen. Moet je even naar buiten kijken.
hoeveel is vandaag? 15. Wat zei Tony, onze gids, nou, Thomas? Wat was dat hier nu? Een rapier. En wat is een rapier? Dat is een anti-luchtraket. Die stond hier dus opgesteld? Ja. Oh, hier zie je veel meer spullen. Dus hier schoten ze tegen vliegtuigen? Ja. Er kwamen heel veel Argentijnse vliegtuigen die landing aanvallen. Ah, hier een munitiekist, hè? Ja. Daar eens kijk. How long were they here, the soldiers? For weeks? Yes. Sitting here? Yes. Until the war was finished, they stayed here. So 7-8 weeks? Yes. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Sort of a shower here, so douche here. This world we're thrown. Like a dog without a bone and after all. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet mama, he will die. Killer on the road. Yes. Hoe laat is het nou eigenlijk, Daaf? Catchy? Thomas, catchy? Half vijf. Ja. Winkel gaat dicht. Ja? Ja, we zijn al weg. De eigenaresse van de winkel is weg. Want we zijn op Pebble Island. En dat is een van de noordelijkste eilanden van het westelijke eiland van de Falkland Archipel. En het winkeltje hier is dus een half uur per dag open. 5 dagen in de week. De school is maar 2 weken in de 6 weken open. En heeft op het ogenblik 1 leerling. En die ene leerling die moet de rest van de tijd krijgt zijn onderwijs. Het is een ze via de radio. Nou, dat is nou Pebble Island. Het is al sinds 1846 eigendom van de Dean Brothers. En die jongens, die hebben allemaal nakomelingen natuurlijk, die zijn nog steeds eigenaar. Want ik zag een briefje hangen in de winkel dat ze hebben, de Dean Brothers LTD, heeft het slachten verplaatst van donderdag naar vrijdag of zoiets. Ze zijn heel echt de baas. Het schijnt bekend te zijn voor zijn schapen, maar ik word hier gek van de schapen. Want je struikelt over de schapen, over alle eilanden hier. Zijn er overigens, jongens, 900 eilanden. Ja? 900 eilanden hebben ze hier. Dit is er dus eentje. Nou, dit is een beroemd eiland voor de schapen. Maar het gaat waarschijnlijk niet goed met de schapen of met de wol. Ik weet het niet. Want er wonen nog maar zo'n 12 mensen hier nu. En die 12 mensen wonen echt geïsoleerd. Mm-hmm.
Want ik bedoel, als je kan niet lopen uiteraard. En het vliegtuig komt alleen op verzoek, heb ik begrepen. En ik heb één klein bootje gezien tot mijn ontsteltenis. En dat bootje zullen wij waarschijnlijk nog verder tegenkomen. Ik begrijp kortom niet waarom mensen hier wonen. Nu is het weer wel aardig, maar over een maand is het helemaal verschrikkelijk hier. Maar ja, misschien is dat een even belachelijke vraag. Waarom woon jij in Nederland? Je bent er geboren, ik denk dat het is. Maar ja, waarom gaan ze dan weg? Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Ik ga er even rondkijken. Ik weet het echt niet. Waarom ga je hier wonen of waarom ga je hier weg? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Waar ik wel zin in krijg. Ik loop met een schaap te gaan praten. Nou. Ik word existentialist. The end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety. Desperately in need of some stranger.